We staan hier in Siebengewald en in het nieuwbouwplan De Bessenbinder. We willen geen regenwater meer op de riolering, dus dat moet de bodem in. We hebben hier een wadi aangelegd en dan willen we eigenlijk niet dat het zo'n gat is in de grond waar het regenwater naartoe gaat. En dan met kale zandplekken en dat soort dingen, maar maken er iets moois van voor de wijk. We zijn op zoek gegaan naar een partner die ons daarbij zou kunnen helpen met het maken van een ontwerp, want dat is toch een vakspecialisme. We hebben uiteindelijk gekozen voor Jonkers om mee samen te werken bij dit project. Vooral omdat Jonkers wat meer ervaring had dan andere partijen hier in de regio tot betrekking met wadi's aanleggen en daar ook de beplanting voor te zorgen. Daarin hebben ze ons eigenlijk meteen vanaf het begin voor het advies verzorgd. Welke soorten kunnen we hier toepassen om de biodiversiteit rondom de wadi een impuls te geven. Maar ook die bankjes die dan zijn neergezet, dat mensen ook echt kunnen genieten van de omgeving en de klimaat en biodiversiteit waar het allemaal samenkomt. Ja, dat is voor, als ik het zo mag zeggen, wel echt goed gelukt. Zoals je ziet gaat het gebiedje van de wadi hier achterover in weilanden, akkerlanden. En het is ook goed om met beplanting en uitzicht daar aansluiting bij te zoeken. We hebben gekozen voor vooral inheemse soorten. Dus dicht bij de woningen hebben we meer gecultiveerde soorten, green to color beplantingen. En rondom het water en in de overgang naar het andere landschap meer natuurlijke kruiden en grassen en vegetatie. Het natuurinclusief bouwen hebben we ook proberen te realiseren in dit plan. Met het aanbrengen van vogelnestjes, vleermuiskasten, een paar insectenhotels. Uiteindelijk ook nog een bruggetje erbij. Alles is ook heel toegankelijk. Insectenhotels staan naast het pad. Je kan zo zien hoeveel van die gaatjes van metselbijen of zo er gevuld zijn al. Dat is hartstikke leuk om te bekijken ook. En op die manier proberen het hele plaatje wel compleet te maken. Alle omwonenden zijn zonder uitzondering allemaal heel positief over de hele inrichtingen en de ervaringen die ze hebben zo in de wijk. Het duurt normaal gesproken zo'n 2 à 3 jaar voor zo'n plan echt stabiel begroeid is. De eerste jaar was al een heel prachtig gezicht met alles wat er groeide en bloeide. Toen we eigenlijk richting het voorjaar kwamen vorig jaar, zagen we steeds meer bollen omhoog komen en steeds meer kleur. En in juni was het echt een fantastisch beeld. Je hebt de bijen natuurlijk, maar de vogels die al in de bomen zitten, die weer richting de insecten gaan voor voeding. We hebben al verschillende kikkers gehad die hier in de wadi hebben rondgezwommen. Zelfs zoveel dat mensen zeiden, is dat normaal? Ja, je ziet meteen dat de natuur zich meteen vormt naar deze wadi. En dat is heel bijzonder en mooi om te zien dat dat in een woonwijk kan.